De minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, zal niet worden vervolgd door de procureur-generaal. Dat is vanochtend rond 1 uur door het Hoogste College van State beslist. De NDP en de BEP hebben tegen de vordering van de PG gestemd. Met 28 stemmen tegen en 14 voor is de vordering afgewezen. De coalitie motiveerde dat het dossier van de PG onvolledig, eenzijdig en misleidend is. De rumoerige vergadering liep bijna uit de hand toen VHP-parlementariër Mahinder Yogi Silvana Afonsoa van de NDP openlijk voor Yap Yapi uitmaakte. Wanneer wij van de VHP-fractievoorzitter praten over recht en wet, wanneer wij praten... Yap Yapi, hoor je me voor. Wanneer wij praten... Lid Yogi? Als je niet onmiddellijk terugneemt, ga ik u het woord direct ontnemen. Lid Yogi, als u dit niet onmiddellijk terugneemt, ontneem ik u het woord. En als u het op een manier terugneemt waar u hetzelfde gaat zeggen, ga ik u het woord ook ontnemen. Voorzitter, ik neem het terug. Oké, goed. Laatste vijf woorden worden geschrapt. Ik heb het teruggenomen, voorzitter. Ik heb het teruggenomen. Lid Yogi, ik ontneem u het woord. U kunt gaan zitten. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons benadrukte dat ze onder geen beding dergelijk gedrag in het parlement zal toelaten. De oppositie probeerde de situatie nog te kalmeren, echter zonder resultaat. We gaan dat niet doen. Het gescheld heen en weer. Nee. Ik heb Lid Yogi rustig laten praten. Waarom doet het Lid Yogi dat? Dat waarschuw ik hem en hij doet het. Nee, ik heb, als ik hem niet had gewaarschuwd, ik heb hem gezegd, als u het doet op een manier dat u het gaat herhalen, ga ik het woord ontnemen. Dus hij heeft me gezegd dat ik hem het woord moet ontnemen. Lid Yogi, gaat u zitten. Is goed, blijft u staan. Wie moet het woord hebben? Want als u doorgaat, gaat u niet alleen niet weggaan, dan ga ik u die zaal laten verwijderen. Lid Yogi, als u de vergadering stoort, ga ik u dan laten verwijderen uit de zaal. Lid Yogi, ik heb u gevraagd en ik heb u gewaarschuwd, Lid Yogi. Ja, en ik heb u gewaarschuwd. Dat was DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vanochtend in het parlement. De vordering van de procureur-generaal tegen minister Hoefdraad werd met 28 stemmen tegen en 14 voor afgewezen. Dat wil zeggen dat de minister niet vervolgd zal worden.